De gemeenschappen in de dorpen van het Sarakreekgebied hebben grote behoefte aan een sportaccommodatie. Verder is de aanleg van een vliegveld een prioriteit. Dit zei ABO-parlementariër Edgard Sampie gisteren in DNA. Hij vroeg aandacht van de regering voor enkele brandende vraagstukken van de gemeenschap in dat gebied. De organisatie Social Army en Big Five Foundation hebben onlangs een bezoek gebracht aan de dorpen van de gemeenschap Sarakreek. En daar hebben ze een aantal problemen geconstateerd. Ik zou graag aandacht willen vragen voor sportgelegenheid voor dorpen in Sarakreek. Maar zeker nog om deze dorpen aan te sluiten bij het vliegverkeer. De dorpen hebben al een plek geïdentificeerd waar er een vliegveld moet komen. Dus graag wens ik aan TCT te vragen om in te komen, te kijken naar de mogelijkheden om dit aan te leggen. Sampie deed ook een beroep op de regering om de wegen naar Asigrong en Balingsula te verharden. Deze zijn heel belangrijk voor onder meer de ontwikkeling van de palmolie-industrie.